een ander voor discussie. Het kerstpakket. Het kerstpakket. Misschien wel een ideaal lokkertje als je mensen zoekt voor, op het werk. Nou, deze man die heeft wel een idee. Dit is de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Hij zegt deze ochtend in de Telegraaf: werkgevers, kom maar gewoon met een flinke zak geld. De lonen moeten omhoog om hun werknemers het in deze moeilijke dagen nog wat draaglijker te maken. Nou, toch kiezen heel veel werkgevers voor hele andere kerstpakketten. Niet voor geld of cadeaubonnen. En komen er elk jaar weer bijzondere kerstpakketkeuzes voorbij. Wat ziet u nu als u dit keer de doos openmaakt? Het AD meldt dat we pakketten van gemiddeld, die zijn gemiddeld duurder, traditioneler en functioneler dan vorig jaar. We slaan massaal aan de warmmakers, zegt de krant. Vliesdekens en thermometers die zijn ontzettend populair. Die zijn door de energieprijzen bijna niet om aan te slepen. Nou, dat is nog praktisch, zou je denken, maar het kan ook altijd erger. Zo maakt een moeder van een 15-jarige dochter zich zorgen, want die dame die werkte bij de HEMA en haar dochter van 15 kwam met een fles wijn thuis. Ja, je vraagt je af wat je daar dan mee moet. Bij zorginstelling Panacea kregen ze deze fietsrugzak. Het is me wat gevuld met maar liefst een bidon en een fietsroutekaart. En bij de winkelketen Bijenkorf werden de medewerkers verrast met een kerstbal uit de eigen collectie. De klanten die kregen die ook gewoon bij een besteding van meer dan €250. Nou, er was een hoop over te doen online. Uiteindelijk maken die dat dan met een cadeaubon goed. Het is me wat, die kerstpakketten. Ja, zeker. Hebben jullie een rijker gevuld kerstpakket bij de BOVAG? We hebben een heel mooi kerstpakket en het is inderdaad altijd relatief traditioneel. Kun je er nu al iets over zeggen of hebben ze het nog niet gekregen? Het is al verstuurd, dus er zat geen vliesdeken in. Hoewel we wel allemaal aanraden om de temperatuur eens omlaag te zetten. Dus ik snap die vliesdeken heel goed. Maar wel een paar hele goede dingen voor de ingrediënten voor het kerstdiner. Nou ben ik zelf niet zo'n kok, dus ik vraag me niet wat het was. Maar het was wel goed.